Enschede. In de jaren voor de oorlog zie je de stad al van verre opdoemen. Tientallen fabriekspijpen, braken, vlagen roetige rook uit en hullen de stad in nevel. Enschede stoomt, stinkt en dampt 12 uur per dag, 6 dagen in de week. Het draait hier maar om één ding, de textiel. Dat geldt ook voor de Joodse gemeenschap in de stad. Handelaren, modewinkels, maar ook fabrikanten. Stoomweverij De Nijverheid. Bijna 1000 man in vaste dienst. Al 3 generaties eigendom van de familie van Gelderen. Alle Joodse bedrijven worden vrijwel direct na de bezetting onder Duits bewind gesteld. En dat geldt ook voor De Nijverheid. Er komt een zogenaamde Verwalter uit Bremen om de leiding over te nemen. De familie van Gelderen verdwijnt in de illegaliteit. En de fabriek draait gewoon door, alsof er niks aan de hand is. 5 jaar later, een paar maanden na de bevrijding, is de dan 24-jarige Henk van Gelderen klaar om als 4e generatie de baas van De Nijverheid te worden. Maar als hij door de fabriek loopt en in de monsterkamer een la opentrekt, ligt daar een rol stof. De order voor het bedrukken van de ster, van de Jodenster. Als wij het niet gedrukt hadden, had een ander het gedrukt. Dat had aan het lot van al die mensen die zo'n ding moesten dragen, niets afgedaan. En die moesten vast op de jas naaien. Ja, toen begon je echt te voelen van ik ben iets aparts. Ik legde me erbij neer. Ik was een heel gemakkelijk kind blijkbaar. Maar ja, je liep natuurlijk geweldig te koop met zo'n medaille. Hij was een heel lieve, vriendelijke man. Je zou niet zeggen dat hij een dominee was, begrijp je? Dat je maar zo iemand die je nodig kent, 100% vertrouwt. Het vertrouwelijke, ja. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele Joodse onderduik heeft kunnen overleven zonder de hulp van Overduin en zijn medewerkers. De familie Overduin komt uit Leiden. Leendert was de middelste, hè, uit een groot gezin. En zijn oudere broers die gingen naar de middelbare school en gingen zelf studeren. En ja, er was eigenlijk geen geld om hem ook naar school te laten gaan. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen op zijn 25e, omdat een oudere broer ziek werd, om toch zijn middelbare school af te maken. Dat heeft hij afgesloten met een staatsexamen en met heel veel hulp van zijn oudere broers om daar doorheen te komen. En dat is de opstap geweest om uiteindelijk naar de VU te gaan en theologie te gaan studeren. En dan is hij dominee en predikant. En zijn eerste baan krijgt hij vrij snel daarna in Enschede. Een plaats waar hij nog nooit eerder geweest is. Het verhaal van Leendert Overduin in Enschede begint in 1937 bij dit kerkje, de Ministenkerk. Overduin komt hier voor het eerst aan in Enschede, 1937. En Enschede is een arme stad in die jaren. Er wonen ongeveer 100.000 mensen. Die werken bijna allemaal in de textiel. En Overduin komt hier aan in 1937 en die gaat aan het werk als voorganger van een piepkleine gemeente van zo'n 60 mensen. Die zijn op zoek naar een nieuwe inspiratie. Het was eigenlijk een klein groepje, zeg dan maar afgescheiden gereformeerden in die 3 jaren voor de oorlog. Dat hij hier gewerkt heeft in Enschede, verdubbelde het aantal leden. Hoor maar, die was opoe, zijn we altijd, opoe. Ja. Opoe die was als eerste lid van zijn groepje, dus van dat hersteld verband. Ja. Met mijn geboorte is hij zelfs op bezoek geweest. Ik was daar in de voorkamer geboren bij mijn opoe en daar is hij gewoon op bezoek geweest. Ik heb het grootste deel van mijn jeugd heb ik al in
de Potgietersstraat gewoond. Het was een heel kleine straat, die Potgietersstraat. Wij kenden die dominee Overduin pal tegenover ons. En dus als hij kwam, als ik hem zag, dan zeiden we... dag meneer of dag weet ik veel. Dat was alles wat er was. Het is een kleine, woordeloze, internationale klikken die de velden tegen een ander heeft. Ja, zijn niet van die, nog zegen onder een kant. Hier in de synagoge, in het hart van de Joodse gemeenschap in Enschede, wordt het nieuws uit Duitsland angstvallig in de gaten gehouden. En hier in deze shul, misschien wel een van de mooiste van Europa, hier wordt voortdurend gepraat over de toestand in Duitsland. Sinds 1933 zijn de nazi's aan de macht en er worden steeds meer anti-Joodse maatregelen ingesteld. En dan krijgen we november 1938, de Kristallnacht. Duizenden synagogen en Joodse winkels worden in de brand gestoken. Honderden Joden worden op straat vermoord door een opgehitst volk. En de hele wereld weet dan dat de Joden niks goed staan te wachten. En het nieuws dringt ook door hier in Enschede. En dan op een dag komt Bert Wouwstra thuis en er zit zijn moeder aan de keukentafel te huilen. Ik heb mijn moeder nooit echt zo verdrietig gezien. En ik zei aan mijn moeder, wat is er aan de hand, wat is er gebeurd? In mijn dorp, in Moit, waar ik geboren ben, was een kleine synagoge. En vannacht is die synagoge door de hulp van de trabanten van Hitler in brand gestoken. En al die gezinnen moesten voor die synagoge gaan staan. En werden gedreigd, als ze zich niet gedroegen, dan werden ze in de brandende synagoge gegooid. Ik herinner me nog wel dat het moeilijk werd voor mijn ouders. Niet dat zij dat zouden zeggen tegen hun kinderen, maar je kon het toch in alles merken. Ja, we werden er wel wat zenuwachtig van. Jongen. Maar dan zei mijn vader, die zei dan, maak je geen zorgen. Wij leefden in een neutraal land. De Eerste Wereldoorlog hebben we hier niet meer gemaakt. En de Tweede zullen we, als die ooit komt, zullen we ook niet meer maken. Dus ik vertrouwde wel erg op mijn ouders. Een prachtige Pinksterdag. De eerste Pinkster, 10 mei. Een stralende dag, net zo'n dag als vandaag. En ineens zagen we in Enschede, waar een heleboel... soldaten, Duitse soldaten. Het is oorlog. Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland aan. En dan is het opeens oorlog. Dat komt voor veel mensen als een totale shock, want oorlog dat is iets uit de vorige eeuw. Maar opeens vliegen hier in Enschede bommenwerpers over. Er ontstaat paniek, mensen gaan de straat op. Scholen gaan dicht, fabrieken staan stil. Het wordt in één keer druk in de winkels, waar mensen gaan spullen hamsteren. En er ontstaat een soort van collectieve paniek, want oorlog, dat heeft nog nooit iemand echt meegemaakt. Ik was 10 jaar, op 10 mei. Ik was kind. In 40 was ik 12, ja. Dus er zal thuis wel over gesproken zijn. Ja, als kind gaat dat langs je heen. Ik weet dat mijn moeder mij wekte en mij vertelde dat het nou oorlog was, dat de Duitsers waren gekomen. Als kind vond je dat gewoon interessant. Dat klinkt een beetje gek, maar... Ja. Ik was 14 toen de oorlog begon. En ik was nog echt een kind. Dus het leven ging voor mij gewoon verder. Ja, en toen kwam er in één keer... Na uren, morgen, misschien wel 10:00 of 11... kwam er zo'n grote Duitse vrachtwagen de straat inrijden met allemaal soldaten en met geweren in de hand. Aan de ene kant vond ik dat prachtig, ja, moet ik eerlijk zeggen. Als kind vind ik het natuurlijk indrukwekkend. Hè? Van power, hè? Macht. Hè? Maar niet beseffend hoe verschrikkelijk dit was. En dat was een schouwspel, daar viel je de mond bij open. Want die knapen die konden zingen, dat hou je niet voor mogelijk. Daar liep de sergeant naast en die riep dan, zingen! En was het even stil, dan zei hij, o du schöne Westerwald. En dan zongen ze allemaal uit het hoofd, al marcherend. Ja. O du schöne Westerwald, ja. Über deine Höhe pfeift der Wind so kalt. Moet je nagaan dat ik die tekst nog ken. Ja. 3, 4. O du schöne Westerwald. Koningin Wilhelmina en consorten zijn dan nog gevlucht naar Engeland. En het volk is aan zichzelf overgeleverd. Op 15 mei 1940 wordt Rotterdam helemaal plat gebombardeerd. En na 4 dagen oorlog is de tragische balans
bijna 4000 doden en 7000 gewonden. De nazi's dreigen nu Utrecht plat te bombarderen. En dat is de conclusie dat er niks anders op zit. Nederland geeft zich over. Het einde van het bestaan van de staat der Nederlanden, we waren Duitsland geworden. Meteen na de capitulatie verschijnt er in alle kranten een officiële mededeling van de Duitsers aan het Nederlandse volk. Volgens het bevel van de Führer zal het Duitse leger haar best doen om het lot van de bezetting zo draaglijk mogelijk te maken. Zij zal leven en eigendom van de bevolking beschermen en de vredelievende elementen zoveel mogelijk steunen. Daartegenover zal het Duitse leger een ieder vernietigen die rust en vrede verstoort. Met andere woorden, we proberen het allemaal zo aangenaam mogelijk te maken, maar wie niet meewerkt, die wordt keihard aangepakt. Vrij snel na de bezetting wordt Leen ernstig ziek, moet geopereerd worden en kan ook niet werken. Hij wordt zelfs vervangen. En hij is echt wel bijna een jaar uit de roulatie. Maar het leven gaat in die periode van de oorlog ook nog gewoon door. Het is oorlog, maar het was nog niet grimmig. We gingen naar school. We gingen nog met vakantie naar Domburg in de zomer. Dat was dan denk ik de laatste keer. Ik kan zeggen dat ik ben geboren in een warmnest. En mijn ouders hadden een droom. We zijn nou zo ver, we hebben goed verdiend. We hebben een klein spaarpotje opgebouwd. We willen weg boven die winkel. En toen hebben ze rondgekeken en toen hebben ze een huis gehuurd. En het huis zitten we nu en, in de Bisschopstraat. In dat huis daar hebben ze centrale verwarming. Nou, ik had nog nooit zo'n ding gezien. Nee. Ja, dus het was voor mij een soort droom. Vanaf 1 oktober worden de eerste Duitse maatregelen ingevoerd. Dan moet iedereen boven de 15, die moet zichzelf op ieder moment kunnen identificeren. Met zo'n ding, een persoonsbewijs, een Ausweis. Voor Enschede geldt dat er 66.000 van die dingen worden gemaakt. Kijk, dit is een origineel exemplaar. Dat betekent ook dat er 66.000 pasfoto's moeten worden gemaakt. De enige die daar blij mee zijn de fotografen. Die denken waarschijnlijk, dat is niet zo slecht voor de handel. Er komen nog meer maatregelen. Er wordt een avondklok ingevoerd. 'S Nachts mag je niet meer op straat zijn. En cafés, restaurants en theaters moeten om 11 uur alle lichten uitdoen. Enschede wordt verduisterd. Je mag vanaf buiten niet meer zichtbaar zijn voor vliegtuigen. Ik weet wel in het begin dat mijn vader op het huis of je geen licht kon zien. Ja? En dat moest allemaal perfect dicht zijn. En owee, als de rolgordijnen nog niet naar beneden waren en ik deed per ongeluk licht aan. Ja, wel, dan was mijn vader boos, of mijn moeder boos. Potverdorie, pas op, wat alles kreeg. Ik heb me gedonder, hè. Dus wij voelden ons veel meer verantwoordelijk, omdat we toen toch als Joods gekenmerkt waren, dan andere mensen, denk ik. Dus we waren als de dood dat we iets deden wat verkeerd was, dat ons iets kon worden verweten. Dus we werden daar heel streng in opgevoed. 21 januari 1941 is een belangrijke dag voor Joods Enschede. Het is de dag van de zogenaamde Joodverklaring. De burgemeester geeft de politie opdracht om te inventariseren hoeveel Joden er in Enschede wonen en waar ze wonen. Voor het gemak hebben de Duitsers alvast dit aanmeldingsformulier gemaakt. En daar staat dan ook op: aanmeldingsformulier voor één persoon die geheel of gedeeltelijk van Joods bloede is. Er ontstaan discussies. Tragische discussies in Joodse kringen over wie nou wel en wie nou niet van Joodse bloeden is. Maar na een paar dagen komen 1368 van deze formulieren, keurig ingevuld, naam, adres, alles erbij, terug hier op het stadhuis. En het treurige is dat de meeste mensen op die lijst niet doorhebben dat ze op dat moment hun doodvonnis al getekend hebben. Wij waren Joden. Dat was. Maar wij waren Joodse Nederlanders. De terreur tegen de Joden, ja. Al hun geld werd afgepakt. Ik kreeg mijn ouders bezoek van een Duitse meneer en een meneer van de ziekenhuisdienst. En die zei tegen mijn vader en moeder: wilt u even de handtekening zetten? Wij nemen de winkel in beslag. Wij nemen uw vermogen in beslag, uw spaargeld. Dag meneer en mevrouw, u kunt naar huis vertrekken. Dat was een afschuwelijk moment. Ik weet nog wel dat ze hier kwamen. Nou wonen we in zo'n mooi huis. En hoe moeten we dat nog gaan betalen? Ja. We mochten niet meer in het volkspark voor Joden verboden. We mochten niet meer in het zwembad voor Joden. Overal kwamen die bordjes, hè, voor Joden verboden. Ze mochten niet meer fietsen. Mooie fiets, ik had een mooie fiets. Prachtige jongensfiets, die moest ik inleveren. Dat soort maatregelen, daar ben ik toch wel heel erg zenuwachtig van. Gewoon rechtstreeks door naar huis, nooit opvallen.
Maar dat was ook voor ons een the way of life. Dat was een natuurlijk iets voor ons. Ik wou gewoon een echte Nederlandse jongen zijn. Ze mochten zelfs niet op straat op een bank zitten. Ik bedoel, er was een officiële brief van de Joodse Raad. Wie op een bank zit met een Jodenster, wordt dezelfde dag afgevoerd naar de concentratiekamp. Nou, er was geen woord Duits bij, hoor. Dat kon iedereen begrijpen. In de zomer van 1941 worden hier aan de Haaksbergenstraat in het hols van de nacht twee telefoondraden doorgeknipt van de Duitse Weermacht. Eigenlijk de eerste echte verzetsdaad in Enschede. En de Duitsers zijn furieus. Er worden flinke beloningen uitgeloofd voor wie de daders aanbrengt. En de stad Enschede moet enorme boete betalen. 50.000 gulden. Kapitaal in die tijd. En er wordt een zogenaamde kabelwacht ingesteld. Iedere Enschedese man, die ouder is dan 25 jaar, die moet 4 uur per dag 100 meter kabel bewaken. En dat geldt ook voor de vaders van Bert Woustra en Arnold Bekkenkamp. De Enschedese mannen moeten er maar voor zorgen dat het niet weer gebeurt. En dan ging mijn vader, die moest een keer een schema, van zo tot zo laat, kabelwacht. Ja, zeg maar, mijn vader moest ergens op de Helmer een stukje bewaken. Maar goed, ze liepen daar heen en weer, pijpje roken en ze namen dat heus niet serieus. Eigenlijk was dat wel heel leuk, want dan ging mijn vriendje woonde hiernaast, mijn vriendje Gijs, denk ik, die ging op de fiets. Daar is mijn straat op en dan kregen we een boterham mee voor mijn moeder. Ik geloof zelfs nog wel een sigaren mee kregen en een paar flesjes bier. Het was een beetje ja, kinderlijke actie natuurlijk. Maar de maatregel van de overheid was dus zeer drastisch. Op 13 september 1941 wordt er opnieuw een telefoonkabel van de Weermacht doorgeknipt. De Duitsers zijn woedend en er volgen draconische represaillemaatregelen. 105 Twentse Joodse mannen worden opgepakt, merendeel uit Enschede. Ze worden bijeengedreven in de gymzaal van het Stedelijk Lyceum. In de krant staat geen woord over deze razzia. Maar de volgende dag zitten deze 105 mannen in een trein die vanaf station Enschede naar concentratiekamp Mauthausen vertrekt. Een van die mannen in die trein is Frits Woustra, de vader van Bert. Open doen. En nou, mijn vader ging kennelijk naar beneden, want dat heb ik niet precies meegemaakt. En hij moest zich aankleden en maakte ons wakker en zei, jongens, ik word opgepakt. Ik moet weg, want er is weer een kabel doorgeknipt. Weg met mijn vader. En toen sloeg bij mij de angst echt toe. Toen ik thuis kwam, dat ze voor vader geweest zijn dat hij ziek in bed lag. Wat heel ongebruikelijk was. Ik heb hem zijn hele leven eigenlijk nooit ziek meegemaakt. Dus ik ben er van overtuigd dat hij een tip heeft gekregen van iemand van de politie. Dat hij dus in bed gebleven is, niet naar kantoor is gegaan. En in bed gebleven is, dokter Frank was bij hem toen ze hem kwamen halen. En dokter Frank zei toen, die man mag niet vervoerd worden, die is te ziek. En toen hebben ze hem met rust gelaten. Maar zelf is hij naar zijn vrouw gegaan. Vader zei, je moet niet naar huis gaan, want dan staan ze op jou te wachten. En toen zegt hij, dat doe ik toch, mijn vrouw is zwanger. En dan nemen ze mijn vrouw mee. Dus zij is naar huis gegaan, is opgepakt. Maar die werden dus een nacht opgesloten in het lyceum, waar wij naar school gingen. Dus we wisten gewoon, in die lokalen, daar zitten mensen die gevangen genomen zijn. En toen ben ik inderdaad naar het lyceum gelopen. En dan heb ik als een foto op mijn geheugen. Er stond een politieman, een Nederlandse politieman, die zei, jongetje, wat moet jij? En ik zei, kom wat voor mijn vader brengen. Wie is je vader? Dat is Frits Woudstra. Oké, wacht maar even. En toen stond ik in die portiersloge, stond ik in die hal van de school. Er was een trap en hij riep naar boven van, hier is de zoon van Woudstra, roep Woudstra. En toen kwam mijn vader boven aan de trap staan. En toen heeft hij een pakje naar mijn vader gebracht. En mijn vader zei dag en ik zei dag en ik mocht er niet naartoe. En mijn vader mocht niet naar mij toe. En dat was het. De nacht daarna hoorden wij, ze gaan weg. Ze vertrekken. Dat was ook de mededeling die we kregen. En ik ben op de fiets gesprongen, toen had ik nog een fiets. En met mijn vriendje hiernaast. We zijn naar Talud bij de Beatrix-tunnel, bij de tunnel onder het spoor gereden. En op dat Talud zijn we omhoog gelopen. En toen zagen we inderdaad een trein staan. We zagen dat die mannen allemaal een trein in gingen. We zagen allemaal soldaten of politiemensen met geweren. En de trein ging weg. Dat het alleen maar Joden waren, wisten we niet. Maar gewoon dat er arrestaties waren vanwege het doorsnijden van kabels. Dat wisten we wel. Maar dat het dus een gerichte anti-Joodse actie was. En ik denk dat ook
ja, voor de Joden toen, dat het kanonschot is geweest. Waardoor alle illusies vervlogen eigenlijk toen. Op de avond na die razzia komen alle geestelijke leiders van Enschede hier samen in de grote kerk. Van alle mogelijke geloofsgemeenschappen. En Overduin is daar uiteraard bij. En gezamenlijk spreken ze hun afkeer uit van die razzia. Ze zijn woedend. Ze zeggen die mannen die moeten terug. En ze stellen met z'n allen een officieel bezwaarschrift op. Dat sturen ze naar het Duitse opperbevel. Uiteindelijk levert dat niks op. Maar Overduin beseft dan dat de tijd is gekomen om actie te ondernemen. De eerste keer dat de predikant en de pastoors en de kapelaans echt een vergadering hielden. Maar dat pikken we niet. Dus die houding, die kwam duidelijk uit de religie voort. Dus dat was natuurlijk geweldig. Ja. En dat is denk ik uniek hier. Ik denk dat het uniek is. In deze stadsvilla, prachtig pand. Deze stadsvilla was in de oorlog het hoofdkwartier van de SD, van de Sicherheitsdienst. Maar het was gewoon het woonhuis van Siek Menko, bekende Joodse textielfabrikant. En Siek Menko was ook voorzitter van de Enschedese Joodse Raad. En die moest zich iedere vrijdag hier melden, bij zijn eigen huis. Iedere vrijdag stond hij hier en dan moest hij op zijn eigen bel drukken om naar binnen te mogen. Iedere week krijgt Siek Menko hier in zijn eigen huis te horen wie er die week is vermoord in concentratiekamp Mauthausen. Die namen die noteert hij in dit schriftje. Dit is het originele schriftje. En dan zien we lijsten met namen. En dan lezen we bijvoorbeeld de vader van Bert Woustra. Die is 10 dagen na zijn arrestatie al vermoord. Iedere week een nieuwe lijst met nieuwe namen, nieuwe doden. En voor Joodse Nederlanders is dan wel duidelijk dat de treinreis naar Mauthausen is een reis. Daar kom je nooit meer van terug. Op de laatste lijst staat de naam Frank, dokter Frank. En dat is de schoonzoon van Siek Menko. En dan mag hij dus zijn eigen dochter gaan condoleren. De huisarts kwam hier en zei, ik moet jullie iets verschrikkelijks vertellen, enfin, enzovoort. Uw man is overleden aan een hartinfarct. Maar ja, de week daarna was mijn oom overleden en de week daarna was mijn neef overleden. Dus toen begonnen we aan het ziek zijn niet meer te twijfelen. En mijn moeder stortte volkomen in. En mijn broer en mijn neef waren helemaal van de kaart. En deze jongen dacht, kom op, ik geloof er niks van. De strijderij, nou, die leeft nog, mijn vader, stoere kerel, jongen, kom op. Ja, die is helemaal niet ziek. Allemaal gezonde kerels. De oudste was 40, 45, waar nooit iets aan gemarkeerd had. Ja, dan sterf je niet zonder meer aan een hartinfarct of wat ook. Dus, ja. Hoe erg of het was dat die Joden allemaal vermoord werden, dat wisten we echt niet. In het concentratiekamp Mauthausen. Ik ben dus ooit, ik denk 30, 35 jaar geleden in Mauthausen geweest. Het was dus een steengroeve waar de mensen bezig gehouden werden door vanuit die groeven beneden zware stenen de trap op te brengen naar boven. Het was gewoon een nutteloze werkzaamheid waar de mensen mee bezig gehouden werden. En als het niet snel genoeg ging, kregen ze een duw en vielen van de trap af en waren dood. Al die ziektes, dat is allemaal gefingeerd. Die mensen zijn allemaal omgekomen aan hun verwondingen. En er werd door de leraar gewoon gezegd, ja, de Joodse mensen worden in een werkkamp ondergebracht. Nou, dat vonden we natuurlijk wel sneu voor de jongen. Maar mijn broer zat ook vast. Ook arbeidseinsatz. Ik zag het verschil niet als kind. Men had nog niet door dat er zo'n moordplan was. Dat is pas heel laat doorgedrongen. Kijk, dit is Potgietenstraat nummer 1. In de oorlog het woonhuis van Leendert Overduin. En september 1941, in de avond, dan is Overduin hier thuis. Met zijn zus en met zijn vader. En dan wordt er in één keer aangebeld. En dan staat er een Joodse man voor de deur. Die is bang. En die zegt, mag ik hier blijven? We weten het niet 100% zeker. Maar waarschijnlijk is dat de allereerste onderduiker van Nederland. Dat woord bestond nog niet eens, onderduiker. Maar nog voor het einde van het jaar zitten hier 30 Joden ondergedoken. En dan is het huis eigenlijk vol. Mag ik bij u slapen? Ja. In het eerste jaar van die Jodenvervolging zijn in dit huis 30 Joden geweest. Die hier de ene 2 maanden, de andere 6 maanden, nou ja. Het was hier een Jodenhotel. Per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer naar de openbare scholen mochten.
toen zei mijn juffrouw Komers, die een schat van een mens, die wees de vijf kinderen, Joodse kinderen in de klas aan. Die zei, jullie komen naar de vakantie niet terug, want ik mag jullie geen les meer geven. En die dag hebben we ook afscheid van onze klasgenoten genomen. En dat was echt een verdrietige toestand. Oh god, wat erg dat je niet meer bij ons mag zijn. Al mijn vriendjes waren mijn klasgenootjes van de lagere scholen, van de middelbare school. En daar werd je van afgesneden. Dat hakte er wel in. Dat was voor mij als kind de eerste dreun. Ja. En dan ging je van de Heekstraat, een afschuwelijke aftansen oude school. En ik ruik nog altijd de lucht van het toilet. Dat is heel iets geks. Het was zo vies moeder. Maar ik was bang dat wij als Joodse kinderen, want ja, toen hoorde je allemaal van oppakken en razzia's. Denk, god, ze zetten een vrachtwagen voor de deur en worden er allemaal ingeladen. Dus ik heb gespijbeld met het leven. Maar ik vond dit allemaal niks. En de klas vol Joodse kinderen vond ik al zo raar. Dat je omdat je Joods weer bij elkaar in de klas moet. Ik kan ook allemaal weerstandsgevoelens. Maar ik had ook angstgevoelens. Maar toen was er een andere school en die was in het liceum dan, het Joodse liceum, in de La Sondersingel. Dat was nog dichterbij. Ik vond het wel prettig. Ik was geen grote strijdster van dat kan niet, dat mag niet. Dan, als je levend wil blijven, dan moet je je schikken. Dat was die tijd. Een ster kostte 6 of 10 cent, dat weet ik niet meer. Je moest ervoor betalen. Je werd verplicht 5 sterren per persoon af te nemen. Dan moest je met de ster lopen, met die ster. Hè? Dat is toch verschrikkelijk dat je met een ster op je buik moet lopen om te laten iedereen te tonen dat jij bij het slechte volk hoort. Want zo was het natuurlijk. Hè? Ja. Afschuwelijk. Ik ging toch nergens naartoe. Ik bleef altijd thuis. We gingen niet meer weg, want het was veel te gevaarlijk. En die ster droeg ik alleen maar om, als ik dan naar de La Sondersingel ging, voor die Joodse school. In Nederland was het verhaal vanaf de zomer 1942 dat de mensen in Duitsland of in Polen of waar dan ook, vaag, moesten gaan werken. Dat was paniek. Mijn moeder kreeg een oproep dat we ons moeten melden in Westerbork. Dat we vrij mogen reizen, dat is mooi. Hè? We hoeven niet zoveel mee te nemen. Een beetje dagelijkse spulletjes. En mijn moeder was inmiddels zo gewaarschuwd. En die zei, dat doen wij niet. En wij gaan onderduiken. Onderduiken, ja, we gaan onderduiken. Maar ze zegt, met kerstmis dan is de oorlog voorbij. Dus dat is niet zo erg, een paar weken. Ik geloofde alles wat mijn moeder zei. Toen is dus het hele idee van onderduik naar voren gekomen, wat natuurlijk niet ongevaarlijk was. Niet voor de Joodse persoon en niet voor de hulpverlener. Dus heel veel hebben die dat niet aangedurfd, ook al hadden ze een adres. De meesten hadden natuurlijk helemaal geen adres. De Joodse Raad is een macaber bedenksel van de nazi's. Bedacht om anti-Joodse maatregelen door te geven aan de eigen gemeenschap. De Duitsers denken dat zulke maatregelen op minder weerstand stuiten als de boodschap door respectabele Joden uit eigen kring wordt gebracht. Ja, doorgeefluik kan je zeggen als je achteraf kijkt. In Enschede wordt fabrikant Sieg Menko voorzitter van de Enschedese Joodse Raad. Sieg Menko af en toe naar vergaderingen in Amsterdam werd geroepen. En daar de eerste keer na Mauthausen door hem de vraag gesteld werd, moeten we niet eens praten over onderduiken? Waarop hij als antwoord kreeg van Asscher en Cohen, meneer Menko, dit woord komt in onze vocabulaire niet voor. Waarop zich Menko zijn hoed en zijn jas gepakt heeft en is naar huis gegaan en is er nooit meer naartoe gegaan. Was de Joodse Raad onder leiding van meneer Menko natuurlijk wel een soort verzetsgroepje. Hè? Die dacht, kom op. En toen kwam dus natuurlijk die hele zaak van contact tussen de Joodse Raad van Enschede, die daar toch wel ook iets in zag. En Overduin in kaart, zal ik maar zeggen. En dat is toen
aan het rollen gegaan. Ja, dat waren wel helder op dat moment. En Overduin die met hem samenwerkte. En Overduin had een aantal medewerkers, zijn zusters. En die ging dan naar die mensen toe. En die zei, luister eens, als u zou willen onderduiken, er zijn mogelijkheden voor, maar dat moet u kenbaar maken dat u dat wilt. Mevrouw Oudstra, ik heb van mijn broer gehoord, in vertrouwen dat jullie gaan onderduiken. Dominee Overduin. En misschien kan die jou wel helpen. En die buurman die kwam, ik vond het heel interessant. Waarom? Een dominee die komt meestal niet bij Joden. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik überhaupt, denk ik, een dominee lijfelijk ontmoette. Dat vond ik als kind, denk ik, dat is een man die is eerlijk, die helpt ons, die staat voor ons, die heeft mijn moeder geholpen al, geweldig. Ja. Mijn ster moest ik afdoen, ster werd verbrand. Mijn papieren, wat er was, ik had een paspoort werd verbrand, dus ik had geen kenmerken meer. Nou, met mijn spulletjes, met een boekje en mijn teddybeer, die heb ik meegenomen. En zo kwam ik dan in Buissen terecht. Het was een ongelooflijke, dappere zet van mensen om te zeggen van, stuur er maar één of twee, ja. Altijd, elke dag weer op pad was, op de fiets, om nieuwe schuilplekken te vinden voor mensen. Of mensen bereid te vinden om te helpen, om onderdak te geven. Hij heeft ongelooflijk vaak zijn neus gestoten dat mensen zeiden, nee, we doen het niet, we durven het niet, of we kunnen het niet, of we hebben kleine kinderen, of wat voor reden dan ook. Hij kon ze ook niet dwingen. Dat zoveel mensen hebben willen meewerken, dat zeker te maken heeft dat hij dominee was. De meeste adressen die Overduin had, waren dus kerkelijke mensen. Waar hij dus, de dominee komt op bezoek, dan ging de deur al open, bij wijze van spreken. En dan heel vaak deden ze de deur nog dicht hoor, dat gaat er niet om. Ik bedoel, het was niet altijd eenvoudig. Natuurlijk waren er ook mensen die dat niet wilden of dat ze bang waren, maar dat vind ik ook heel begrijpelijk. He, dat ze dachten van ja, dit kunnen wij niet. Ja, je moet het emotioneel wel aankunnen. De helden van die tijd zijn ook echte mensen die onderdak hebben gegeven. Ja, onvoorwaardelijk. Ik heb meegebracht een foto van het echtpaar waar wij 2 jaar gewoond hebben. Ja, dat was bij hun thuis. Alles wat mijn ouders met de dominee praten, dat ging buiten de kinderen om. Die kinderen die mochten er niet bij zijn. Dus ik kwam bij die mensen. Ze praten Twents. Ik praatte alleen maar Hollands. Ik kon niets anders. Ze hadden een hele kamer voor mij. Het waren heel lieve mensen. Maar ja, ja, natuurlijk had ik niets met ze te praten. En er was geen boek in het huis. Ik kon niks doen. Er was niets te doen. En op een gegeven moment horen we iemand aan de poort rammelen. En die zegt, Marie, doe eens lus. Hij jurden in hoes. Nou, wij schrokken ons wezenloos. Nou, we keken elkaar aan. Dat is de eerste dag. Wat kunnen wij hier wel blijven? Echt spannend. En ik zat er op een kamertje. En maar afwachten. Je hoorde allemaal rare berichten. Een oorlog in Normandië. En bombardementen. En mensen die gedeporteerd werden. En kopgeld wat betaald werd. Als ze Joden gingen verwaren. Al die dingen hoorde je natuurlijk als kind wel iets van. En Dikken die kwam na 3 uur thuis. En ja, vader natuurlijk alles over kop. Ja, toe, wat moeten we kunnen weer? Ja, zei Dikken. Die melkboer is wel betrouwbaar. Jullie kunnen wel blijven, je hoeft niet weg. Want waar hadden we naartoe gemoeten? De eerste dag. Je had geen uitwijkmogelijkheid. En ik heb de melkboer nooit gesproken. Pas na de oorlog voor het eerste keer. En toen zei hij, ja, natuurlijk wist ik dat jullie er waren. Want eind van de week waren er 2 melkbonnen meer dan gebruikelijk was voor de familie Dikken en hun 2 zoons die nog thuis waren. Vanaf het begin van de oorlog was het hier altijd druk. Schooltje aan de Minkmaatstraat.
Hier was het Bonne distributiecentrum. In de oorlog was alles op de bon. Kijk, dit zijn echt originele bonnen uit de oorlog. Vlees, aardappelen, algemeen, boter. Je kon alleen maar spullen krijgen, ook brandstof, kleding, als je bonnen had. Anders kreeg je niks. In de oorlog waren die bonnen feitelijk meer waard dan geld. Zonder dat kon je in de stad niet leven. Maar hier in Twente was het dus Maartje die er geld rondbracht en distributiebonnen rondbracht. Echt een heel, heel lief iemand. Heel lief, heel lief. Heel, ja, teer ook wel. Een tere, tengere dame, dametje. Ja, dat was ze. En je had gemeenteambtenaren die dus de distributiebonnen achterover drukten op het gemeentehuis. Meerdere ambtenaren hebben gewoon in een club gezeten, zo van Overduin helpen. En hij kwam dus in contact met mensen die dus een overval hadden gepleegd. En zeiden, kom maar naar Arnhem, dan krijg je een koffer vol. En daar in Arnhem werd hij dus gepakt. De eerste keer dat Overduin wordt opgepakt, dan heeft hij een koffer bij zich, propvol met gestolen distributiebonnen. En dan is hij er dus gloeiend bij. En dan wordt hij hier naartoe gebracht, Centrum Amsterdam. Huis van bewaring van de SD en de Gestapo. Kijk, hier kun je het nog wel zien, die galerijen. Er zaten vroeger allemaal cellen, daar zaten mensen vast. Overduin zat hier ook vast en na een paar dagen dan wordt hij voorgeleid voor de rechter. En dan besluit hij om totaal eerlijk te zijn. En hij draait de rollen zelfs om. Hij zegt tegen die rechters, het Duitse volk heeft een enorme schuld op zich genomen door het achtervolgen van de Joden. Maar de schuld wordt verlicht doordat er ook Nederlanders zijn die de Joden onderduik bieden. En ik ben een christen, ik help de Joden. Wat kan ik anders doen? En hij raakt op een of andere manier, raakt hij die rechters in het geweten. En die denken daar een tijd over na. Hij krijgt Overduin later bezoek in zijn cel. En dan vragen ze hem letterlijk, wat zou je nou doen als je wordt vrijgelaten? En dan zegt hij, dan ga ik weer door met het helpen van de Joden. En dan, op tot zijn eigen verbazing, wordt hij vrijgelaten. En teruggebracht naar Enschede. Ik denk dat dit zijn beste preek ooit is geweest. Maar hij heeft zich op de een of andere manier eruit gekletst. Heeft het ook indruk gemaakt dat hij tegen degene die hem beoordeelde zei van als de Duitsers in moeilijkheden komen, help ik ze ook. Na zijn eerste arrestatie realiseert Leen zich dat het echt serieus wordt. Hij zegt eigenlijk zijn baan op, stopt met werken en meet zich allerlei vermommingen ook aan. En het belangrijkste, hij moet zelf eigenlijk onderduiken. Dus hij blijft op heel veel verschillende adressen en opereert vanuit die situatie door. Wat mij persoonlijk heel erg geraakt heeft en wat ik heel bijzonder vind, dat hij tijdens dat er zoveel mensen ondergedoken zaten, hij toch aandacht bleef houden voor hun geest, ook hun geestelijk welzijn. Dus niet alleen dat ze genoeg te eten kregen, maar dat er ook af en toe precies het goede boek ging naar een jong mens of een, nou ja, waarvan die wist waarin ze geïnteresseerd waren. En dan denk ik dat daar ook nog tijd en aandacht voor was, vind ik echt heel bijzonder. En dan kwam hij naar mij toe en dan praatte we een beetje en toen zei hij, het is wel een hele opgave voor je. Ik zei ja. Dan kwam hij alleen bij mij en dat was, ja, dat was heerlijk. Ja, en ik vond hem een heel aardige man. Hij deed ook heel aardig tegen mij. Ja, we waren natuurlijk best een beetje kwetsbaar op dat moment. Dus iedereen die aardig tegen je deed, dat vond je heel fijn. Hè? Dat vond je warm. Hè? En toen bracht hij me een keer die Bijbel, die ik dus nog altijd heb. En je kunt zien dat die wel gebruikt is. Die heb ik ook helemaal doorgelezen. En dat was, het zijn mooie verhalen bij. U sprak nooit over het geloof. Hij zou ook niet zeggen van, kijk daar nou eens in, kijk eens hoe het nieuwe geloof, het nieuwe testament, nooit iets over gezegd. Hij fietste naar Friesland. Kun je dat voorstellen van een maagpatiënt? Wat een heel mooi verhaal is, staat in een van de brieven die recent opdook in het Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Israël. Wij hadden al lang niets van onze zoon gehoord. Daarom maakte dominee Overduin voor ons een gevaarlijke reis naar Bolzwart.
Hij kwam terug met een recente foto van ons kind. Ik kan je niet uitleggen wat het voor ons heeft betekend. Ik vertel je dit, zodat je een beeld krijgt van hoeveel begrip hij had voor onze situatie en welke risico's hij nam om informatie te verzorgen over onze naasten. Hij deed dit met gevaar voor eigen leven. Voor hem de gewoonste zaak van de wereld, om Joden te helpen. Ik herinner me dat hij op de dag dat hij vrij kwam, ons alweer bezocht. In de oorlog zat in dit pandje nog een delicatessenwinkel. En in september 1943 wordt Overduin niet gearresteerd. Eigenlijk een beetje per toeval. Hij heeft zich verkleed, heeft een beetje een rare kantoorjas aan, heeft zijn haar geverfd en een andere bril op. Maar hij wordt herkend door iemand van de SD. En dan blijkt dat hij een vervals persoonsbewijs bij zich heeft en 32 Joodse stamkaarten. Er worden huiszoekingen gedaan en zijn zus Maatje die wordt ook opgepakt. Met andere woorden, de Overduins zijn er gloeiend bij. Maar dan gebeurt er wat bijzonders. Dan komt de stad Enschede in actie. De burgemeester schrijft een pleitbrief voor hem en noemt hem een edel mens met hoge beginselen. Er komt een medische verklaring van zijn arts. Die zegt hij heeft een hele zware maagoperatie gehad. Hij is niet stabiel. En die chirurg gooit er nog een stapje bovenop. Die zegt dat kan absoluut niet medisch gezien. En het gekste, als klap op de vuurpijl, er komt een brief van een hele prominente, hooggeplaatste NSB'er. En die schrijft, Overduin is een vriend. En zeker niet deutschfeindlich. Toen Leendert de tweede keer gearresteerd werd, zat hij vast in Utrecht. En realiseerde zich ook dat dat voor langere tijd zou zijn. Ja, en hij heeft toen echt zitten denken van, weet je, hoe moet dit nu verder, weet je? En hij heeft toen bedacht dat degene die, eigenlijk de enige die hem echt kon vervangen, zijn jongere zusje Corrie zou zijn. En door middel van briefjes die uit de gevangenis zijn gesmokkeld, heeft hij haar weten te waarschuwen. En zij heeft echt zijn plek toen ingenomen. De organisatie waarover Corrie de leiding krijgt, is dan uitgegroeid tot een soort ondergrondse woningbouwvereniging voor Joden. Meer dan 1000 mensen worden op dat moment verzorgd door de organisatie Overduin. In Utrecht wordt de dominee 3 dagen en nachten staand verhoord. De SD wil maar 1 ding weten. Waar zitten die 32 Joden? Of zijn het er misschien nog meer? Overduin bekent dat hij voor 32 mensen bonnen verzorgt. Maar hij wil verder niks zeggen. Broer en zus ondertekenen elke verklaring met de woorden: ik wil kein verräter zijn. En terwijl Overduin van zijn rechters te horen krijgt dat hij 18 maanden celstraf krijgt en hij zich realiseert dat ze het in Enschede een tijdje zonder hem moeten stellen, gaat het daar helemaal mis. De 22e februari 1944 zal in de geschiedenis van het Nederlandse volk voor altijd een rouwdag blijven. Britse en Amerikaanse bommenwerpers die verschillende steden in het oosten van het land tot doelwit kozen, brachten onnoemelijk leed over de Nederlandse burgerbevolking. Enschede, de nijvere stad, werd in enkele ogenblikken in een puinhoop veranderd. Door de bombardementen van oktober 43 en februari 44 werd Enschede ontregeld, zou je kunnen zeggen. Er vielen dus mensen weg die een belangrijke rol speelden, ook voor de Overduin. Er verdwenen onderduikadressen. Er waren mensen die dus een half beschadigd huis hadden en dus die onderduikers niet meer konden hebben. Er ontstond ook een zekere paniek natuurlijk. Toen heeft hij dus 3/4 jaar in de gevangenis gezeten. En toen werd hij vrijgelaten omdat hij zo ziek werd. Hij werd zo ziek dat ze dachten, die man gaat dood. Dat moeten we niet hier hebben. Nou, hij zou natuurlijk van ellende gestorven zijn, want hij werd echt ziek. De commandant van de SD die wilde niet hebben dat hij doodging in die cel. Wat ze dus bij andere verzetsmensen zeker gewoon hebben laten gebeuren. Ze hadden respect voor die man. En dat, hij is niet gestorven, hij knapte weer op. En toen, na een jaar, gingen ze informeren. Want toen kregen ze echt zo'n gevoel. Daar klopt iets niet met die Overduin, die leeft nog. En toen gingen ze informeren. En toen hoorden ze van de politie, ja, Overduin, die is er niet meer, die is verdwenen. En toen gingen dus de alarmbellen bij hun en zeiden, verdraaid, hij is weer bezig. En toen hebben ze echt systematisch naar hem gezocht. Hij verkleedde zich, hij zette een bril op. En, maar goed, hij reisde naar Amsterdam, hij reisde naar Friesland.
Dus het bewoog zich wel. En hier in Twente natuurlijk. De geallieerden komen steeds dichterbij, maar de nazi's blijven jagen op Leendert Overduin. Hij staat bovenaan alle opsporingslijsten. En dan wordt hij voor de derde keer gearresteerd. En dan wordt hij hier naartoe gebracht. Naar het cellencomplex van de Sicherheitsdienst in de synagoge. En deze keer is er geen genade. Hij krijgt vrijwel meteen te horen, morgen word je doodgeschoten. Hij is vrijgelaten als een complot. Men wilde hem gebruiken om andere verzetsmensen toch nog een keer een flinke klap uit te delen. Executeren. En dat hebben ze dus aan de Sumatra-staat gedaan. Nou, het was een bijeenkomst. Het waren dus de topmensen van het verzet in Enschede. En Overduin, hij vertrouwde het niet. Dus hij is de voordeur binnen gegaan en is de achterdeur uitgegaan. Hier binnen, in dit huis, zijn er 9 verzetsmensen van het eerste uur aanwezig. Waaronder het echtpaar Ter Borch. Opeens stoppen hier 3 Duitse overvalwagens met een moordcommando. De nazi's gaan naar binnen en executeren 1 voor 1 alle verzetsmensen. De enige die het overleeft is oma, wanneer ze zich verstopt onder de tafel. Maar voor de rest wordt iedereen genadeloos 1 voor 1 afgeknald. Moeder Jeannette smeekt de moordenaars om het leven van haar 2-jarige zoontje te sparen. En dan mag ze haar zoontje naar de overkant brengen, naar de slagerij. Haar dochtertje is daar al aan het spelen. En ze geeft haar zoontje aan haar dochter met de mededeling. Oefa is haar dood, ze schiet niet zo ook dood. Zorg goed voor het breurtje. Dan loopt ze terug naar binnen, gaat ze zitten aan de keukentafel en dan krijgt ze een nekschot. Een krankzinnige actie. Die Duitsers wilden dus de top van het Nederlandse verzet vermoorden op het moment dat de Canadezen, laten we zeggen, al op de Haaksbergse straat liepen. Dat was een krankzinnige wraakactie. Ja, onbegrijpelijk. Het zegt iets over de mentaliteit van die mensen. Binnen 24 uur is die 2 keer naar de dood ontsnapt. Op 1 april 1945 is Enschede echt bevrijd. Maar na 5 jaar bezetting wappert de Nederlandse vlag eindelijk weer op het stadhuis van Enschede. En er heerst in de stad een enorme euforie. Iedereen is blij, iedereen vindt feest, want de oorlog is voorbij. Maar het was zo lawaaiig op straat. Er werd gejuicht en er werd geklapt. Ik kon die drukte niet aan. Ik ben weer teruggegaan naar mijn onderduikadres en ben in een hoekje gekropen. En heb een boek zitten lezen. Want het lawaai, als je 2 jaar lang hebt moeten fluisteren met elkaar. We konden niet hardop praten, omdat die huizen erg gehoorig waren. Dat kan ik mij nog heel goed herinneren. En toen ben ik weer bij mijn ouders terecht gekomen. Dat was zoiets heel bijzonders. Daar heb ik meer dan 1/2 uur tegen mijn moeder aan gehuild, herinner ik me. Tot mijn moeder zei, nou is het genoeg, je kent dat wel. En zo, maar dat was iets heel, heel bijzonders. Dus toen, zelfs aan het eind van de oorlog was ik toch 15. Had ik nog steeds het idee, nou, nog gaan de poorten open van die werkkampen, komen de Joden terug. En het was langzaam drongen door, ze zijn allemaal vermoord. En toen hoorden we ook echt dat mijn vader vermoord was. Dus nou, toen kwam pas de klap. Ja. Toen kwam bij mij pas de klap. Ja. Nou, dat wij, in Enschede hebben wij 24 van die steden gelegd. Voor alle familieleden die hier gewoond hebben, vermoord zijn. En hier ligt de steen van mijn vader. Ja, en dat is eigenlijk de enige plek waar ik mijn vader nu kan herdenken. Ja, daarom ben ik ontzettend blij dat hier nou eigenlijk een soort grafsteen ligt waar ik mijn vader kan herdenken. En dat is voor onze familie ook toch een belangrijke plek geworden. Mijn vader ging in 1943 bij de SS. Als ik zijn verhaal moet geloven, was dus, hij was katholiek en hij wilde tegen de ongelovigen vechten. Hartstikke arm. En hij is naar Duitsland gegaan, naar München. En is hij daar te werk gesteld. Ja, en daar is hij een beetje aan het avonturen geraakt en een beetje onder Duitse invloed geraakt. En in 1943 komt hij zo ik teken voor de SS. Voor de Waffen-SS. Ja, hangt zo'n man nou dan een geweer op, zeg.
Hè? Dan ben je wat. En ik vond hem, zoals heel veel mensen zijn, die zijn wel gevoelig voor hun eigen omgeving. En daar doen ze ook alles voor. Daar willen ze ook wel hard voor werken. Maar als de buren doorgaan, vinden ze niet erg. Dus mijn moeder heeft altijd doorgeprobeerd dat aan het laatste toe, om mijn vader, zelfs toen hij al bij de SS was, om hem over te halen om te onderduiken. En dat is niet gelukt. En toen werd de liefde sloeg om in een psychose van haat. Dus op grote schaal werden de mensen die verdacht werden van sympathisering met de NSB, of zelfs landverraders zijn, natuurlijk, ja, in allerlei graden. Ze werden allemaal gearresteerd. Dus er waren honderden mensen ondergebracht in de textielfabriek van Scholten aan de Haaksbergenstraat. Kinderen bleven alleen thuis. Wat deden de mensen na de oorlog? Dus die staken de huizen van NSB'ers in brand. En die roofden daar de hele boel weg. Aan het einde van de oorlog waren er in Enschede nog zo'n 900 mensen lid van de NSB. Een van was een slager. Die zat toen hier op die hoek. Meteen na de bevrijding is die slager door de buurtbewoners uit zijn huis gesleurd en naar de fabriek van Scholten gebracht, waar hij gevangen is gezet met alle andere foute Enschedeërs. De vrouw en de kinderen van die slager, die hebben zich verschanst in het woonhuis. Die durven niet naar buiten. En ze weten absoluut niet wat er is gebeurd met hun vader. En dan wordt er in één keer aangeklopt. Dominee Overduin staat voor de deur. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik even binnenkomen? Ik heb nieuws over uw man. De ouders waren gearresteerd en twee kleine kinderen lieten ze gewoon in het huis zitten. En, maar wat gebeurde er? Dus de mensen uit de buurt, die belden niet de gemeente op, die belden niet de politie op, die belden Overduin op. Die zegt, er zitten hier twee kinderen. Ja. Overduin kwam en loste het dus op. En toen kwam hij dus ook met van, ja, nou hebben de Joden door de oorlog geholpen, maar nou zijn NSB-kinderen het slachtoffer. En daar ben ik nou mee bezig. En dat was wel even een verbazende omslag. En het feit dat Overduin dat persoonlijk deed, dat maakte toch wel indruk. En dat heeft toch ook mensen tenslotte doen bewegen om niet NSB'ers te helpen, maar, laat ik het heel neutraal zeggen, om dominee Overduin te helpen. Omdat als het Overduin met zijn instelling zoiets vroeg, dan moest je daar maar aan gehoor geven. Kinderen zijn kinderen. En die kun je niet behandelen, niet beoordelen naar de ouders. En Overduin heeft zich over die kinderen ontfermd, zelf ook deels in huis genomen. En we sliepen hierboven. We hebben hier veel gelogeerd. We waren hier soms echt een tijd in huis. Dus, en Overduin nam me mee, dus hier die schuilkelder in, die zit onder de grond hier. En nou, dan nam hij mij dus dan als klein jongetje al mee naar daarin. En nou, dat was natuurlijk heel spannend. Dus eigenlijk was dit een paradijs, achteraf gezien. Vond ik prachtig. Meteen al? Ja, vond ik prachtig. Maar er waren ook mensen die vonden het verschrikkelijk. Die zeiden, die man sport niet meer. Ja, die is niet goed wijs, die gaat nou de vijand een beetje helpen. Ja. Ik vond dat, mijn moeder vond het ook geweldig. We weerden wij allemaal dat echt fantastisch vonden. We dachten, nou, dit is echt een mensen. Hij werd daarop niet altijd door iedereen positief behandeld. En dan de Joden zelf dus, die hem dat zeer kwalijk namen. Een mevrouw die woonde aan de Gert van Singel en een Joodse mevrouw. En die zei, die man moet onder behandeling, die is niet goed bezig. Ja. Ik liep met Overduin hier, vanuit dit huis. Toen liep ik hier en toen werd Overduin zelfs uitgescholden, waar ik bij was, van de NSB'er. Ik wist niet eens wat het betekende. En SS-jong wist ik ook niet wat het betekende. En dan, dus hij, ik weet nog wel dat hij mij dus bemoedigend toelachte. Ja, ik kan het niet anders uitleggen, maar hij lachte mij toe. Alleen, hij hoefde nog geen bril op te zetten en geen snor op te plakken. En een verkeerde jas aantrekken. Hij deed het. Hij ging in feite op dezelfde voet voort. Het aanzien dat Overduin in Enschede had,
De geruchten over wat er in de oorlog was gebeurd, die verspreidden zich natuurlijk. Maar vooral hoe hij dus in feite elke sociale activiteit belichaamde. Zo van, hebben mensen problemen, huwelijksproblemen? Is het huis geroofd? Is een man verdwenen? Overal gingen ze allemaal naar Overduik. Er zijn toen ook suggesties geweest om hem burgemeester van Enschede te maken. Is er een brief geschreven aan de minister om Overduin te benoemen? Volgens mij heeft Leen Overduin niet geweten dat hij voorgedragen werd. Ik denk dat, als ik zie hoe de kerk vol zat, dat echt een burgemeester voor het volk was geworden. Absoluut een burgemeester voor het volk. Nou. Ik denk een goeie. Men zou een sprankelende burgemeester hebben gehad. Na de oorlog woont Overduin hier aan de La Sonde-singel, vlakbij zijn eigen kerk. En iedere dag houdt hij hier spreekuur. Iedereen is welkom, maakt niet uit welk geloof of welke zuil, iedereen is welkom. En dagelijks staat hier dan een enorme rij mensen te wachten met allerlei problemen. Je moet je voorstellen, Enschede na de oorlog, niemand heeft wat, het is totale chaos, iedereen heeft problemen. En Overduin helpt alle mensen die daarom vragen. Wie honger heeft, die krijgt een zak aardappelen. En wie geen plek heeft om te slapen, die brengt hij een matras. Ze stonden in de rij, ja. En ze zaten op de trappen in de La Sonde-singel. En als er dan één wegging, dan konden ze allemaal één trede van die trap opschuiven. Ja. Een prostituee, die kwam in de problemen door wat toen die tijd een bedrijfsongeluk werd genoemd. Dus dat betekent een baby. En Overduin die kwam dus bij ons. En toen vroeg hij dus aan mijn moeder of zij die baby dus wilde opvangen. Die gemeentelijke welzijndiensten die later ontstonden, die waren er op dat moment niet. Dus hij sprong in dat gat van acute nood. Hij was alsmaar bezig in die ongeregelde toestanden van kort na de bevrijding. Zeg maar ook de Joden die terugkwamen, die waren alles kwijt. Hij was helemaal leeg. En we dachten, waar is ons spul allemaal? Toen komt deze buurvrouw, die komt met mijn stoeltje aan. En die zegt, dit heb ik nog net kunnen wegraaien. En dan heeft Overduin bij menig Joods gezin gezegd, waar heb je je meubels gelaten? Bij wie heb je die achtergelaten? Ging hij daar naartoe. En zei, je moet die mensen dat teruggeven. Als we nu terugkijken op de activiteit van Leendert Overduin in Enschede, denk je, er zijn nu misschien wel 1000 mensen bezig met sociale vraagstukken, met problemen in gezinnen en dergelijke. Wie van die mensen zou, van de cliënten van die diensten, zou niet willen dat er nog zo iemand als Overduin was, waar je zo onbureaucratisch gewoon als mens wordt behandeld en meteen zo goed als maar kan geholpen wordt. En zo'n adres is er niet meer voor niemand. Maar goed, allerlei maatschappelijke diensten namen natuurlijk geleidelijk die taak over. Toen kwam Overduin ook meer in een geregeld leven terecht. En daar kwam hij dus Zwaantje tegen, die dus een van de eerste afgestudeerden was van de Sociale Academie van Amsterdam. Ik kan me herinneren dat het verhaal kwam van Leen is verliefd. Het klikte meteen en dat was niet zo'n makkelijke dame. Toen kwam ik hier al niet meer, toen ze trouwden. Dus ik weet nog wel dat ik bij de trouwen buiten mocht staan. Buiten. Ik stond buiten. Dus niet buiten het hek, maar bij de kerk. Buiten, als een haag. Ja. Dus ik hoorde bij de familie. Ja. Leen die kwam hier naar deze kerk. De kerk kwam, die zat stampvol op zondag met mensen van allerlei pluimage. En hij bracht leven. Hij bracht reuring. Er was minder. Ja, iedereen was hetzelfde. Er was in Lonneker een jongensclub, er was een meisjesclub. Maar ja, eigenlijk heel snel werd dat allemaal bij elkaar geharkt eigenlijk. En werd het één ding. Zelfs de katholieke kinderen kwamen ook hier naartoe. Er was een gezamenlijk kerkblad, kwam er. Ja, weet je, de grenzen vielen eigenlijk weg. Toen werd hem de Yad Vashem erkenning aangeboden. En in 1973 is hij
hij, zowel hij als zijn twee zussen zijn erkend. Toen zei hij, nee, dat wordt hij niet. Toen zei hij, als ik dat aanneem, en dan komt zo'n plechtigheid als hier omschreven, dat gebeurt door de ambassadeur van Israël. Zegt, dan moeten al die Joden voor de dag komen om mij de hand te geven. Zeg, ik mag er niet aan denken. En dat zou gebeuren. Ik zou nooit met een lintje op mijn borst willen lopen dat ik krijg vanwege de ellende van andere mensen. En ik denk dat dat letterlijk ook zo was. En ook de weigering dus van de Yad Vashem. Zij is nooit gekomen en toen is besloten in 1995 om een tuin aan te leggen. Met muren, met namen erop van mensen die uiteindelijk zijn erkend. Is zijn naam wel in een steen gebeiteld. En zijn zus ook de naam, ja, Maartje en Corrie ook. Dus op deze wijze staat dus zijn naam en die van zijn zussen hier op de muur in de tuin der rechtvaardigen. Het was echt een hele grote ondergrondse woningbouwcorporatie. Waar Leen Overduin een illegale directeur, leider van was. En uiteindelijk is het resultaat dat in Enschede veel meer overlevenden zijn vanuit de Joodse kant dan in de rest van Nederland. Dat is absoluut een feit, ja. Het grappige is, als je eraan denkt, dat Leen altijd heel goed voor anderen heeft kunnen zorgen. Maar de mooie vreemde vogel die hij als vrijgezel lang is geweest, kon niet voor zichzelf zorgen. Dat heeft Maartje altijd gedaan. En in het huwelijk met Zwaan, ja, heeft Zwaan dat overgenomen. En na een huwelijk hebben ze echt gelukkiger tijden meegemaakt. En met vakantie, een autootje, de hond, ja, een geregeld leven. Ja, hij was een man waar je tegenop zag. Was niet zomaar een manier, ja. En won hij graag een sigaar. Dat vond hij heerlijk. En koffie. Ik vond hem gewoon een hele lieve man. Alsjeblieft, dan aan het dominee weg. Ik ben alleen. Ja. Die man die had iets wat veel mensen niet hebben. Ja. Ik denk niet dat een man is van regeltjes. Dan had hij lak aan zo. Ja. Het was een rare vogel, maar dat vond ik eigenlijk zo mooi. En toen zei ze, wassen, dat deed hij niet. Hij legde zijn pyjama gewoon in de zon een dag en dan trok hij hem weer twee weken aan. Hij kwam op visite en toen, en dat was heel aardig en we praatten een beetje. En toen zei hij, had het warm en toen heeft hij zijn Colbert uitgedaan en omgekeerd weer aangedaan. Dat was wel een beetje grappig. Hij had helemaal geen gevoel voor wat je doet, wat je niet doet. Zulke dingen doet een man niet. Hij doet niet zijn jasje uit en dan doet hij het omgekeerd weer aan. Nou, dat was een beetje bijzonder. Ik ben hier in 1959 door Leendert gedoopt. Ik ben in 1990 getrouwd. En mijn moeder is vanuit het kerkje begraven. En ik was heel nieuwsgierig hoe het zou zijn. Dus een paar jaar geleden ben ik met ons gezin, met de kinderen, een kerstdienst gaan meevieren op een avond. En toen voelde ik nog steeds weer die trots van de gemeente hier. En de foto van Leen die hier nog steeds hangt. Vind ik zo bijzonder. Het was natuurlijk toch een introverte man, hè. Hij liet nooit achter zijn vaste tong zien. Hij was heel aardig, hij was heel belangstellend. He, hoe gaat het met de kinderen, hoe gaat dit en hoe gaat dat? Dus hij vroeg wel veel, maar hij vertelde niet veel. Maar mensen die echt het serieus er middenin zaten, he, zoals Leendert, dat die er eigenlijk niet over konden praten. Nee, ik vond het toch een beetje een gesloten man. Zo van, ik heb wel eens gezegd, ben je nog gelukkig? Ja, en dan lachte die breed. Dan zei hij, wat een leuke vraag. Ja, hij gaf geen antwoord. Totdat hij dus inderdaad ook fysiek niet meer aankomt. Want een zwakke gezondheid heeft hij altijd gehad. Leen is actief gebleven tot 72. Toen werd hij ziek. En na best een lang ziekbed is hij uiteindelijk in 76 overleden. 75 jaar oud. Toen hij overleed, kreeg ik mijn diploma.
Toen kreeg ik... diploma van een kunstacademie. Hij lag met zijn toga in zijn kist, wat op zich al heel bijzonder is. Nou, de kerk puilde uit van de mensen en later ging de stoet naar de Oosterbegraafplaats. Toen de eerste mensen daar aangekomen waren, moesten de laatste hier nog vertrekken. En dat is een afstand van 2 kilometer. Dus dat zegt genoeg over de belangstelling die eigenlijk van bijna over de hele wereld er was. Op 17 juli 1976 overlijdt Leendert Overduin. En een paar dagen later wordt hij begraven, hier op de Oosterbegraafplaats. En dan ziet hij echt letterlijk zwart van de mensen. Er staat hier een rij van wel 2 kilometer. Heel bijzonder gezelschap. Er zijn mensen overgekomen uit Israël om afscheid te nemen. Voormalige verzetsmensen, maar ook NSB'ers en hun kinderen. En dan is er een bevriende dominee en die leest de volgende regels voor bij het graf. Er zijn bijzondere mensen wiens namen in de krant komen of zelfs in de encyclopedie en voor het nageslacht bewaard blijven. Er zijn weinig bijzondere mensen die zo onbekend gebleven zijn en zo onbekend hebben willen blijven. En zoveel betekend hebben voor zoveel als dominee Overduin. Hij heeft ze gered. Ik luister, aandachtig. Ze leven, dankzij hem. Ze leven, nu wel, na de verlossing van het gewicht, de zwaarte van de gele ster. Zo drukkend, zo massief, zo had een stukje stof nog nooit gevoeld. Ze leefden, toen niet, opgesloten op een zolder, in een kelder, een schuur. Schuilend voor haat. Leven vol angst, verdriet en vrees. Echt leven, dat is het niet. Hij leefde, toen wel. Maar echt leven, dat kon hij niet. Niet nadat hij zag wat er geschiedde. Wat er gebeurde met zijn medemens in zijn eigen stad. Hij leeft, ook nu. Nadat hij zijn leven heeft gebruikt om er zoveel meer te redden. Hij leeft in de verhalen, de ervaringen, de gevoelens van hen die 80 jaar nadat het leven stopte nog steeds kunnen zeggen: we leven. Hij is echt de grote schakel geweest. Uniek in den lande. Wat ik van Overduin heb geleerd, denk ik, is kleurbekennen. Je solidair voelen met mensen die het moeilijk hebben. Ja, ja, dat heb ik echt geleerd. Ja. Dat het vertrouwen is gebleven in een bron die je de drang geeft om te willen leven en om het ook goed te willen doen. Dus die bron die is wel overgedragen door dominee Overduin. Die bron heeft hij zo sterk weten over te dragen dat hij dus nu nog geldt voor mij. En ook andere mensen helpen, zoals ik geholpen ben vroeger, dat geeft ook altijd een heel, je hebt iets, je weet dat je iets nog wil terugdoen voor alles wat je gekregen hebt. Maar wat bij mijzelf door als een rode draad door mijn leven loopt, is dat ik hem ooit gevraagd heb van: om Leen, ik denk dat ik 10 was. Wie is God dan? Waar is God dan? En dat hij zei: kind, God is liefde tussen mensen. Je moet goed op elkaar passen op de wereld. Nu snap ik het.